Welkom, beste leerlingen, bij deze derde lesweek. We gaan het deze week hebben over de verlichting. En ook dat is zo'n stroming, net zoals de renaissance, het humanisme en ook die wetenschappelijke revolutie, die er ook van uitgaat dat er in de nieuwe tijd enorm veel verandert. In de verlichting komt er heel veel samen. En het woord verlichting is ook niet uit de lucht gegrepen. Men gaat er op dat moment van uit dat het moderne denken eigenlijk geboren wordt. En dat er dus een verlichting komt in het menselijk zijn. Tegenover de donkere middeleeuwen bijvoorbeeld. Neem er alvast je cursus bij op pagina 124. Want daar zie je de titel staan Je pense donc je suis. Dat is een filosoof die dat gezegd heeft. En letterlijk vertaald wil dat zeggen ik denk dus ik ben. En hij beweert daarmee dat alleen wanneer je echt denkt en je bewust bent van het feit dat je aan het denken bent en dat je er bent op deze aardbol, dat dat het enige is dat uitmaakt dat je er ook wel degelijk bent. Dus dat, hij sluit daarmee eigenlijk heel veel dieren, eigenlijk alle dieren uit. Nu, filosofie is niet zo gemakkelijk. We gaan het daar ook niet zo erg diepgaand over hebben. Maar het start wel in de verlichting. Nu, wat is het grote verschil met de middeleeuwen? In de middeleeuwen spreken we van feodaliteit of een standenmaatschappij. Jullie hebben dit vorig jaar normaal gezien ook wel gezien. Dus je ziet al die verschillende standen. En we gaan van, natuurlijk van boven, de hoogste stand met de meeste macht, gaan we naar beneden. De koning had het meeste macht, dan kwam de geestelijkheid, want zij fluisterde alles in bij de koning. Dan kwam de adel, zij hadden alle macht en grond en ook zij hadden heel veel invloed op de koning. En dan kwamen alle andere mensen. 95% van alle mensen was boer of burgerij of lijfeigen, een beetje een soort van slaaf. Zij hadden niks te zeggen. Zij moesten gewoon werken en eten voorzien voor al die bovenste lagen. Nu, je kan het drie of vier standen noemen. Het komt een beetje op hetzelfde neer, want natuurlijk is de koning van adel. En geestelijken, ja, jullie weten dat, dat bisschoppen, kardinalen, paters, pastoors, die mogen zelf geen kinderen krijgen. Dus meestal zijn die ook afkomstig uit de adel. En alles werd bepaald door waar je geboren werd. Je kon daar niet uitklimmen. Het was vrijwel onmogelijk om van de ene naar de andere stand, behalve natuurlijk van adel naar geestelijkheid. Daarom dat die twee standen vaak worden samengenomen. Het komt een beetje op hetzelfde neer. Dus 95% van de hele bevolking was, zoals men dat zo mooi zegt, eigenlijk gejost. Een vergelijking hier even kort. De directeur staat van boven. Dan heb je de graadcoördinateur, dan heb je de leerkrachten. En helemaal onderaan de grootste populatie, maar met het minste inspraak, hebben we natuurlijk de leerlingen. Nu, jullie hebben de leerlingenraad, dat bestond in de middeleeuwen niet. De burgers hadden niks te zeggen. Nu, de verlichting is het start van het moderne denken. Dat situeert zich in de 18e eeuw. Dus we zijn een beetje verder dan de renaissance en het humanisme en de wetenschappelijke revolutie. Alles komt dus samen hier in de verlichting, wanneer al die stromingen bij elkaar beginnen te komen. En we zien hier ook voor de allereerste keer ook echt wel deelname van vrouwen. Want de verlichting gaat ook voor de vrouwen veel betekenen. En de nadruk ligt op reden en verstand. Vandaar rationalisme, ratio, reden, het nadenken. En alleen maar werken vanuit wat de mens kan zien, waarnemen en verklaren. Dus een zeer modern denkbeeld waarmee wij wetenschap doen. En we krijgen salons. Dit is zo'n salon waarbij slimme mensen gaan samenzitten. Wel, ze waren niet per se slim, maar ze wouden er toch over praten. En dan gaan we discussiëren, continu debatteren over zaken die nu eenmaal in de maatschappij van toepassing zijn. Dat gaat vrij gemakkelijk via de boekdrukkunst. Men heeft dan al boeken, kranten, tijdschriften waarin al die ideeën verspreid worden. Nu, die mannen en vrouwen, dus die filosofen, diegenen die dus echt wel er zwaar over aan het nadenken zijn, worden ook wel gemakkelijk vervolgd. Want die gaan in tegen de koningen, die gaan in tegen de kerk. Die worden ook regelmatig gedood of gevangen gezet. Maar ook hun ideeën worden gered door de boekdrukkunst. Waar men in de middeleeuwen een persoon kon doden en zijn ene boek kon verbranden, zijn er nu meteen duizenden exemplaren van een boek gedrukt. Dus men krijgt iemand niet meer zomaar stil. Het is natuurlijk, het klinkt fantastisch, maar het is nog altijd vrij beperkt, aangezien de meerderheid van de bevolking nog steeds analfabeet is. Dat wil zeggen dat ze niet kunnen lezen of schrijven. En men heeft daarbij kritiek op alles wat niet verklaarbaar is of niet echt verstandelijk is. Bijvoorbeeld de heksenvervolging hier. Dat hadden we bij de wetenschappelijke revolutie al gezien. Ja, er is niets verklaarbaar aan heksen. Niks waarneembaar, er is niks bewijs. Deze man hier is Louis XIV met zijn knappe kuiten, zoals jullie nog wel weten. Ook daar gaat men tegen in. Men gaat in tegen die mannen en vrouwen die alle macht, die dus absolute macht hebben. De standenmaatschappij. Dit is hier een boer die de adel op zijn rug draagt. Het
was dan ook letterlijk zo dat de boer alles moest voorzien voor de adel. En men geeft natuurlijk ook kritiek op de kerk, omdat de kerk nogal, en eendert welke religie, nogal sterk dicteert wat je wel en niet mag denken en doen. En nu dat denken wouden zij net vrij hebben. Het was het denken dat vrij moest zijn om zo tot de echte waarheid te komen. En het is op alle mogelijke vlakken dat die verlichting doorsijpelt. Men bespreekt alles binnen de samenleving. En men begint verzamelingen aan te leggen. Dat was natuurlijk alleen voor de rijke mensen weggelegd. Maar het noemen die kabinetten. Soms was dat een kast, soms een hele kamer, soms meerdere kamers, waarin men zaken, curieuze zaken vanuit de geschiedenis of doorheen de hele wereld ging verzamelen. Je ziet hier vlinders, je ziet zeesterren, je ziet opgezette vogels, je ziet allerhande zaken, fossielen ook heel vaak. Dus de wetenschappen zijn nog niet zo netjes gesplitst als nu bij ons het geval zijn. Men verzamelt gewoon alles door elkaar wat men curieus vindt. Zoals je al wel kan bedenken, komen hier uiteindelijk de musea uit voort. Nu, er wordt een licht geschenen ook op godsdienst. Ga maar even kijken op pagina 126. En men vindt dat godsdienst verklaarbaar moet zijn. Nu, die mannen en vrouwen bleven wel godsdienstig en daar wrong heel vaak het schoentje. Ze wouden godsdienstig zijn en ze waren ook zo opgevoed en ze geloofden wel nog steeds in God. Maar eigenlijk was hun geloof in tegenspraak met wat ze eigenlijk verder nog dachten. Want alles moet verklaarbaar zijn door het verstand, alles moet waarneembaar zijn. Ja, als er nu iets is dat niet waarneembaar is, dan is het wel het al dan niet zijn van een God. Dus velen gaan door een existentiële crisis. Noem dat een crisis waarbij je over je eigen zijn begint te twijfelen. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Heb ik wel nut? Wat is er na de dood? Dat is een existentiële crisis. Snoopy heeft er hier ook last van. En men is gekant tegen alle traditionele godsdiensten. Dus alles, niet alleen het christendom, ook alle andere. En men is ook tegen de machthebbers binnen die religies. Omdat die natuurlijk te veel macht hebben en te veel kunnen dicteren hoe iemand moet leven en denken. En ze pleiten voor godsdienstvrijheid en scheiding van kerk en staat. Nu, scheiding in kerk en staat, vroeger had de klerus verregaande inspraak in de regering. Alles, het hele wetboek, was christelijk. De paus had zelfs zijn eigen land. Nu, men wil graag dat dat stopt, dat die invloed van de kerk op het eigenlijke regeren, dat dat stopt. En dat noemen we de scheiding van kerk en staat, wat wij nu dus ook nog steeds hebben. En het gevolg is bijvoorbeeld vrouwenrechten, want een vrouw was binnen de kerk minderwaardig. Gelijkheid binnen die religies, men vindt ook dat de ene religie niet beter is dan de andere. En dus ook worden mensen steeds vaker gelijk behandeld. Kledingvoorschriften vervallen volledig, vandaar dat vrouwen nu broeken mogen dragen. En vrije meningsuiting. Harry Potter was nooit tot bij ons gekomen, had de kerk nog inspraak gehad, want dit is puur een film over hekserij, wat dus helemaal verboden was geweest. En men gaat ook voor een scheiding der machten. Montesquieu is hier erg belangrijk. En hij zegt niet Gods wil, maar afspraak, volk en vorst is belangrijk. Dus een koning is niet zozeer iemand die door God gekozen is, maar door het volk. En wanneer het volk niet tevreden is, dan mag het volk daar iets aan doen. Want Montesquieu redeneert dat wanneer één persoon alles kan beslissen, dat alleen hij of zij vrij is. En dus al de rest niet. Daar heeft hij wel gelijk in. En hij splitst alles op in een wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Nu, men blijft nog steeds wel geloven in het nut van een vorst en ook nog altijd wel van dat geboorterecht. Dus hij is er nog steeds in vervat, net zoals het vandaag bij ons is. En men gaat ook voor stemrecht gaan, maar alleen voor rijke en mannelijke burgers. Dus mannelijke burgers die veel geld hadden en dus belasting konden betalen. Hoe ziet dat eruit? Je ziet hier de drie machten. De wetgevende macht, dat is het parlement, en het parlement maakt wetten. Wij kiezen degenen die zetelen in het parlement. Dus via die kiesmannen, via de vertegenwoordigers, komt het parlement samen. En het parlement, een aantal daarvan, worden dan ook nog eens minister. De ministers staan rechtstreeks in communicatie met de koning. De koning moet wel elke wet ondertekenen. Hij kan wetten 6 jaar tegenhouden. Nu, bij ons, is dat niet meer het geval. Vroeger dus wel. En de ministers moeten ervoor zorgen, ze zijn de uitvoerende macht, dat alles terug naar het volk gaat. Dus wat hier beslist wordt, moet door de ministers doorgegeven worden aan het volk, zodat zij ernaar kunnen leven. En de rechtsprekende macht of de rechterlijke macht, dat zijn dan de onafhankelijke rechters en de juries. Juries, dat gebeurt door loting. Jullie ouders kunnen bijvoorbeeld ooit een keer in een rechtspraak terechtkomen als jury. En die rechters kan je ook kiezen. En zij gaan ervoor zorgen dat ze toekijken dat het dit hier,
wel echt uitgevoerd wordt. We moeten daarbij enkele oefeningen maken op pagina 127 tot 129. Economisch dan, ook daar gaat men over nadenken. En daar is de Frans slagzin laissez-faire, laissez-passer erg belangrijk. Laat maar handelen. En Adam Smith is daar heel belangrijk. Hij is tegen het protectionisme, dus waarbij men, zoals we hadden gezien bij Louis XIV, waarbij men de eigen markt te hard ging beschermen. Hij is voor vrije markt, vrije handel. Dat ieder land, dat als één land iets goedkoper kan aanbieden, dat het andere land dan ook mag kopen. En men komt zo aan de maakbare mens, wat nu voor ons heel erg modern klinkt natuurlijk. Men heeft andere menselijke opvattingen, bijvoorbeeld over opvoeding en onderwijs. Men vindt dat de pers vrij moet zijn en niet door de staat geregeerd. En dat iedereen een eigen mening mag hebben. En de mens is op dat vlak verantwoordelijk voor zijn eigen leven, geluk en leed. En dat kennen we nu ook wel vaak. Wanneer iemand iets voor heeft of kanker heeft, wordt er vaak gezegd dat de persoon zijn eigen schuld is. Dus de maakbare mens. En hier natuurlijk de influencers. Jullie kennen ze wel allemaal. Als je gaat kijken, je vindt ook veel video's waar ze onderuit worden gehaald. Maar dat is dus het prototype van de maakbare mens. Even in het kort, wat hebben we overgehouden aan de verlichting? Natuurlijk de mensenrechten. Hier staat het mooi, mensen verschillen, maar de rechten niet. Scheiding ter machten en volkssoevereiniteit. Ik heb hier even onze koning gezet. Nu, wij hebben hem nog, maar hij heeft bijzonder weinig macht. Opvoeding en onderwijs. Men gaat ervan uit dat een mens uit zichzelf goed is, maar vaak door zijn opvoeding slecht wordt gemaakt. Dus er wordt een enorme nadruk gelegd op opvoeding en onderwijs. Men gaat serieus experimenteren met kinderen. Scheiding van kerk en staat. Vandaar dat wij hier in België godsdienstvrijheid hebben. En dat niemand verplicht gedoopt moet worden, bijvoorbeeld. De rechtsstaat. Er zijn rechten voor de burgers, maar natuurlijk ook plichten. En de rechten, ze kunnen die je ook zelf opeisen. Rationalisme. Maar je moet er wel bij onthouden dat het zelf niet het middelpunt is. Dus om het mooi te zeggen, de evenaar loopt niet door uw gat. Dus je mag wel uitgaan van je eigen gedachten en je eigen rationaliteit. Dan nog moet je altijd aandacht hebben voor een ander. Godsdienstige verdraagzaamheid natuurlijk en economische vrijheid. Daar hebben we IKEA aan te danken. IKEA is Zweeds en wordt dus hier in België ingevoerd. Maar de materialen die IKEA gebruikt zijn helemaal niet Zweeds of Belgisch. Dus die multinationals zoals Coca-Cola en Procter & Gamble, dat kan alleen maar bestaan door die economische vrijheid. Het vorstelijk despotisme. De vorsten geven niet zomaar hun macht af, maar sommige van hen worden wel verlichte vorsten. Ze gaan denkers, verlichte denkers, aan hun hof roepen en op die manier proberen te regeren en dus beter te doen voor hun volk. Het klinkt allemaal wel fantastisch, maar het duurt echt eeuwen alvorens we enigszins in de buurt komen van, en zelfs dan nog. Je herinnert je deze man nog wel van in Saudi-Arabië? Hij is gewoon een Louis XIV van de 21ste eeuw. Hier zien jullie allemaal zaken te maken met kapitalisme, dus die vrije markt. En natuurlijk staat armoede in het grootste. We weten ondertussen dat die vrije markt vaak enorm veel armoede in de hand werkt. Dit is een vrij recente foto, de foto is ongeveer 100 jaar oud, waarbij een zwarte man verbrand wordt, levend verbrand, gelyncht wordt in Amerika natuurlijk. Die lynchpartij. En hier zie je natuurlijk het Amerikaans kiessysteem. Die cijfertjes verwijzen naar hoeveel kiesmannen een bepaalde staat heeft. Dat wil dan ook zeggen dat die staat meer te beslissen heeft. Dus, en dat heeft niks te maken met grootte, dat heeft allemaal te maken met hun burgeroorlog. Je moet het maar eens opzoeken, het zit zeer ingewikkeld in elkaar. Maar echt een vrije democratie kan je dat niet noemen. Net hetzelfde als voor België. Ook hier zijn er heel wat zaken tegen te zeggen. Wat moeten jullie doen? Jullie moeten de taak van vorige week natuurlijk afmaken. Het interview met Andreas Vesalius. En jullie moeten je cursus weer aanvullen en uploaden in de juiste map. Dat was het voor deze week. Lees zeker de cursus nog eens goed na en veel succes!